net als de vorige keer bij de waterpijp zelf, een leuke brief met allemaal tips en weetjes. En de factuur. Ik heb een plastic waterpijp, of een 3 pakket van plastic waterpijpslang, Aladdin Bambuga kooltjes van 250 gram en een Namor slang zwart-wit besteld. Zonder ice hose tip, dat kun je erbij kiezen. Dit zijn de Bambuga kooltjes. Dit is dus van bamboe, of nee, niet van bamboe, van kokosnoot. Deze waren, even zien, €2,50. Ik zal ze even openmaken. Ze zijn goedkoper dan Quicklight kooltjes. Dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rolletjes met 3 kooltjes. Als ik het goed heb, ik zal er eentje uitpakken. Ja, 3 kooltjes die je zo kunt afbreken. Zo. Dan de volgende bij de wegwerpslang. Nou, dat was er trouwens eentje, dus één wegwerpslang. Het voelt als goede kwaliteit. Het is stevig rubber, of nee, stevig plastic. Een loskoppelbaar mondstuk. Even zien, hè. Het kost even wat moeite om hem erop te krijgen, maar als hij erop zit, dan is het hier in ieder geval wel goed luchtdicht. Hij voelt ook echt heel stevig. Hij is uit te rekken. Het is niet een zo'n goedkoop klein dingetje, zeg maar. Deze zijn volgens het advies van Premium Hookers zijn deze 10 keer maximaal te gebruiken. Ja, hij is ook best lang. Ja, mooie slang. En die kostte, even zien, die was €2. Dan een Namor slang, zwart-wit. Eerst een instructie hoe je het een beetje schoon kunt maken. Ja, hoe je het schoon kunt maken. Het staat eronder in het Arabisch of in ieder geval in een buitenlandse taal. Maar ja, de plaatjes spreken voor zich. Dan de waterpijpslang zelf. Dit is van leer. De slang natuurlijk ook. Hij is compleet wasbaar, daarom heb ik deze gekocht. Zoals je ziet is, zit het mondstuk vast met een tie-ripje. Dus dit is van leer. Waarom ik deze, de Namor slang ook liever heb dan de niet wasbare Kaleel Mamoon Pro slang, is omdat die, dit stuk is een stuk minder lang. Ik zal even de andere erbij pakken. En waardoor bij de Kaleel Mamoon Pro Hose, daar is het mondstuk, of niet het mondstuk, maar de andere kant die in de waterpijp gaat, is een stuk langer. Waardoor die, als je er tegenaan, dan loop je er makkelijker tegenaan en het is gewoon wat minder handig, vind ik. Zoals je kunt zien.
Dus deze zou heel veel gewicht er zo op hebben, als een soort hefboom. En deze is, die hangt dan gewoon zo eraan. Hij is even lang. Zo, ik hou hem nu recht. Het mondstuk is wel wat langer van de namorslang. Ik zal even de tijger losmaken. Zo. Deze. Even kijken of ik het goed doe. Ja, die duw je er gewoon in. Het gaat niet zo moeilijk. En als ik hem erin heb, dan is die wel weer even lang. Dus stel dat deze ook te ontkoppelen zou zijn, dan zou die even lang zijn. Zoals je ziet is het handvat wat langer van de Khalil Mahmood Pro slang. En ik vind het touwtje zeg maar van de Khalil Mahmood slang, die vind ik toch wel wat fijner dan het leren. Het voelt wat steviger ofzo. Maar en de slang zelf, die ziet er wat minder geperfectioneerd uit. Even kijken. Is wat dikker van de Namor. En ja, bij de Khalil Mahmood zit er dan kleurig stiksel tussen. Dat vond ik nog wel leuk. Nee, dit is de zwart-witte Namoroos. Dus die is gewoon ook. Hij heeft geen. Het is gewoon wat je verwacht van een namorslang. Maar dit vind ik dan wel weer iets wat jammer. Dat dit witte dingetje er niet helemaal goed afgewerkt is. Voor de rest ziet het er mooi uit. Een klein beetje. Ik hield het net niet in beeld. Als je dit kunt zien, nee, dat kun je net niet zien, maar hier zitten enkele krasjes op. Maar dat zat ook bij de andere slang. Ik denk dat het gewoon in de fabriek zo gekomen is. Ja, is een mooie slang. Ik ben er wel blij mee. En net als bij elke bestelling, denk ik, krijg je een rolletje carbopol-kooltjes erbij. Carbopol rings. Dat ringetje er in het midden, dat gaatje, is te zien bij trouwens bij de unboxing van Khalil Mahmood, of de Ramses 2 waterpijp. Die heb ik ook op mijn kanaal staan. Kun je even naar kijken. Daar heb ik ook de kooltjes bij. En dan vroeg ik me af waar het gaatje voor was. Dat heb ik even opgezocht. En het gaatje dat was voor extra hittecirculatie. Dus dat is nog beter. En Carbopol zijn gewoon hele goede kwaliteit kooltjes. Ze zijn harder samengeperst. Waardoor ze minder veel as loslaten. Zeg maar. Het valt minder snel uit elkaar. En dan nog 3 mondstukjes. 3 verschillende kleuren. Dat is leuk. Dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben van. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer.